En die moest je wel opvangen dan. En nu heb ik geen kar meegenomen. Morgen iedereen! Welkom bij een nieuwe video iedereen. Het is vandaag zaterdag en ik heb een heel drukke dag voor de boeg. Ik ben de dag al begonnen met het verzorgen van de dieren. Daar heb ik mijn handschoenen nog aan. Ik heb vandaag 2 fotoshoots op de planning staan. Ik moet een video filmen, deze dus. Ik moet een video bewerken, dus dat ga ik straks doen. Dat moet ik echt doen, want die video moet morgen online komen, dus ik heb niet meer zoveel tijd daarvoor. Ik moet 2 cadeaubonnen maken voor nog 2 andere fotoshoots. De dieren verzorgen. En ik moet vandaag ook heel veel inkopen gaan doen. Ik moet naar de winkel gaan, want maandag begint het picknickseizoen. Dan heb ik hier van maandag tot en met zaterdag elke week picknickers. En ik moet dus vandaag de eerste inkopen gaan doen daarvoor. En morgen ga ik dan alles koken. Ik moet ook nog het een en het ander doen voor de picknicks. Dus dat zullen jullie ook in deze video zien. Ik ben nu aan het wachten op Silke. Met haar heb ik de eerste fotoshoot. Ze zal er zijn binnen 5 minuutjes of zo. En dan kunnen we eraan beginnen. Iedereen moet accepteren dat ik er zo ga uitzien de hele dag. Met van dat wild haar en vuile kleren. Want het is gewoon een van die dagen. Ik ga ook even de medicijntjes klaarmaken voor het gansje. Pijnstiller en antibiotica. Hiermee ga ik het pilletje pletten. Moet je die nodig filmpjes? Ja, die is echt wel mega. Maar in de toekomst doe maar die wel los bij de aan. Ja, ja, zeker. Nee, goed doen. Ja, dat is niet leuk, maar ja, goed hè. Ik ben nu in de groothandel. Ik heb hier 1 ding nodig van deze winkel. En daarna ga ik naar de Colruyt voor de rest van de inkopen. De fotoshoot is super goed gedaan. Straks heb ik er nog eentje. Dus ik kom nu tussendoor even inkopen doen. Dit is dus echt het enige dat ik nodig heb van hier. Deze super lekkere pesto. Deze pot kost 20 euro. Maar is wel echt super lekker en kom er heel lang mee toe. Dus dat is het enige dat ik hier nodig had. Ik heb toch nog een paar dingen gezien die ik hier ook nodig heb. Die neem ik ook maar mee. En nu heb ik geen kar meegenomen. Ik ben ondertussen bij de volgende winkel aangekomen. En ik had gisteren een boodschappenlijst gemaakt, dus die ga ik er even bij nemen. Dit is het lijstje, maar ik heb dus daarnet al de pasta gekocht, de pesto en de houten spiesjes. Nu moet ik dadelijk dus nog trostomaatjes, rucola, groene courgette, rode paprika, vers fruit, sojamelk, een beetje van alles. Ik neem jullie mee naar binnen en ik ben echt aan het sterven van de warmte. Hopelijk gaat het ook zo'n mooi weer zijn met picknicks. Voorlopig zeggen ze wel goede temperaturen, maar onweer. Dus laten we hopen dat dat niet het geval is. Ik moet, als ik vandaag nog tijd heb, nog wat andere dingen ook. Wacht, is dit ingezoomd? Ja.
tweede fotoshoot is ondertussen ook voorbij. Die ben ik vergeten te filmen. Ik was even heel druk bezig. Maar ik ben de foto's van vandaag allemaal aan het importeren. Dus van de eerste shoot en van die van daarnet. Ik zal jullie dadelijk een klein voorproefje geven. Maar nu is het dus ook tijd om mijn YouTube video voor morgen nog af te werken. En om ook de thumbnail te maken. Ik ga dat dus allemaal doen totdat het tijd is voor de dieren om te gaan slapen. En dan gaan we dus nog even de avondroutine van de opvang doen. Dus ik ga hieraan beginnen. We zijn weer een tijdje verder en ik heb een deel van de foto's al kunnen bewerken. Ik zal jullie mijn favoriete foto van iedere shoot tot nu toe laten zien. Dit is mijn favoriete foto van de shoot met Silke tot nu toe. Ik vind het echt zo mooi hoe dat licht hier tussen de bomen komt. En ze lacht ook echt mooi hier op deze foto. Die bloemen erbij zijn zo mooi. Echt een hele mooie foto, vind ik. En tot nu toe is dit mijn favoriete foto van de tweede shoot. Dat was voor de communie van Merel. Echt zo'n mooi kind. Echt ook zo'n mooi kleed dat ze aan had. En ja, tot nu toe is dit mijn favoriet. Ook weer omdat dat licht zo mooi erdoor komt. En die zon schijnt zo mooi in haar haar. Echt love it. Ik ga eventjes stoppen met de foto's en ik ga nu verder met YouTube, want daar heb ik wat meer tijdsnood op het moment. Ik ga wel al even een sneak peek sturen naar Silke. Ze zal wel benieuwd zijn naar de foto's, dus ik ga haar een voorbeeldje sturen. Het is tijd om te gaan slapen. Hop hop. Kippetjes zijn al allemaal binnen. Alleen de kalkoenen en de ganzen moeten nog naar binnen. Hop hop. Ga maar naar bed. Goed zo. Jullie ook. Jij ook. Allee, slaaptijd. Nee, die kant op. Ja. Iedereen gaat slapen. Ik moet alleen Eagle nog even meenemen. Kom, jij moet met mij mee. Jij moet naar jouw bedje. Hopsa. En Bowie moet ook gaan slapen. Ik maak de deur niet kapot, hè. Zo. Het is ondertussen al 10 uur slaaptijd voor de dieren. We zijn net nog een half uur bezig geweest met de omheining te maken. Er was iets kapot gegaan en de varkens waren ontsnapt naar de buren. Dus die heb ik ook nog moeten terughalen. Het is echt een dag waarop ik gewoon geen moment heb om stil te zitten of om te eten. Ik moet dadelijk ook nog mijn avondeten maken. Maar ik ben dus nu bezig met iedereen binnen te zetten. Ik moet hier Twisty nog komen nemen. Die heeft vandaag... Maar, kan je mij helpen? Ah nee, je wil een takje, hè. Kijk. Dat wil jij. En nu heeft de rest dat ook gezien. Komen die ook. Ik kreeg net ook pijn aan mijn buik. Dus ik ging kijken. En ik ben daar gewoon helemaal rood. En op sommige plekken zelfs blauw. En ik weet zelfs niet meer van wat. Waarschijnlijk van een geit. Dus ik heb hier weer allemaal krassen. Kom, we gaan slapen nu. Kom maar mee. Op de camera lijkt het trouwens nog alsof het heel licht is buiten. Maar het is eigenlijk al best donker. Heb je het fijn gehad buiten, Twisty? Zijn jullie tegen Twisty? Slaap wel en tot morgen. De schapen en de geiten blijven buiten. Dus die hoef ik niet binnen te zetten. We moeten dus alleen nog Twisty eventjes hier binnenbrengen. Tot morgen iedereen. Braaf zijn. En wat gaan we eten? Mijn koelkast ligt vol met eten. Maar dat is allemaal voor de picknicks. Ik wil dat ook niet gaan gebruiken, want dan moet ik opnieuw naar de winkel. Dus ik ga proberen iets te maken met restjes. Maar ik
Ik weet niet wat. Ik ga mijn avondeten heel simpel en snel houden. Ik ga kervelsoep eten en ik ga daar nog wat rijst bij maken om het toch een beetje meer vullend te maken. We gaan een beetje multitasken. Ik ga even lawaai maken. Ik ga de rijst al laten koken in de rijstkoker, terwijl ik mij ga douchen en mijn pyjama ga aandoen. En dan is dat klaar als ik klaar ben. Ik heb nog 2 minuutjes voordat de rijst klaar is. Dus ik heb ook al mijn kamer gezellig gemaakt. En ik ga mijn serie al klaarzetten. Ik ben momenteel... Oei, het wordt een beetje wazig. Ik ben momenteel... Desperate Housewives weer opnieuw aan het kijken. Ik heb die serie denk ik al 3 keer helemaal gezien. Maar ik vind dat zo'n gezellige, fijne serie. Dus dat is wat ik 's avonds altijd kijk. Ik ben echt zo moe. Ik denk dat dat wel zichtbaar is. Ik ben echt nog aan het praten met 5% energie. Ik kijk er zo naar uit om dadelijk te eten en hier gewoon te liggen en... niks meer te doen. En ik heb dus niks kunnen doen voor de picknicks. Dat moet ik morgen dan allemaal nog doen. Ik moet alles nog koken. Ik moet alles nog in orde maken. Echt nog heel veel werk te doen. En ja, maandag begint dan alles. Ik ga hier de video eindigen. Ik hoop dat jullie het fijn vonden om mee te kijken in mijn dag. En dat ik jullie weer zie in de volgende video.